jullie kijken naar een nieuwe video. In deze video gaan we een leuke indoor activiteit doen met ijsblokjes. Het is buiten nog steeds steenkoud. Wij hebben gekleurde ijsblokjes. Die stop ik in de bak. En Chloe mag proberen om ze zo snel mogelijk met een tang in dit bakje te stoppen. Diamantjes graven, diamond diggen. Eigenlijk is het gewoon heel simpel. We hebben zo'n trofasbak gepakt, gevuld met sneeuw. Er zitten gekleurde ijsblokjes in. En nu is het de bedoeling om zoveel mogelijk diamantjes te scheppen. En ja, meer te hebben dan je tegenpartij. Dus mama gaat winnen. Ik snap het nog steeds. Je moet zoveel mogelijk diamantjes scheppen. Je moet zorgen dat je meer diamantjes hebt geschept dan mama. Klaar voor de start is af. Je hebt het maar. Met je lepel, niet met je handen vastspelen. Mijn bakje is toch bijna helemaal vol. Ik heb ook een klein bakje. Oh, hier zie ik er nog een. Deze. Ik was de... Oh, kijk. Hier zit er nog een. Hebben we? Even kijken. Deze laag weg. Even kijken of we alles hebben gehad. Ik heb er nog een. Dit is van mij. Even kijken. Zit hier nog? Oh, hier. Verder zit er niks meer. Zo. Check. We hebben het gegraven. Hey.
Hier. Ja. Die is van mij. Dat is een stil. Helemaal niks meer. Wie zal het meest hebben? Wie heeft het meest? Denk ik. Sneeuw. Oké, het moment van de waarheid. Wie heeft het meest? Ik ga tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deze tellen zijn dubbel. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 33. Het meeste, denk ik. Want ik heb vier aan elkaar. Dus 48. Nou, wie heeft er gewonnen? Ik. Hoeveel heb jij er? 48. Chloe heeft er 48 en ik heb er 33. Dus Chloe heeft gewonnen met duim en dingen. High five. Goed zo. Ik heb gewonnen. Nou, Chloe heeft gewonnen. We gaan deze video afsluiten. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je een leuke video vond, doe een duimpje omhoog. Dat is leuk. Vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Dan doe je er op mijn hoofdje te klikken zo aan het einde zo. Pas boom! En tot de volgende keer. Doei!